Beste autosportliefhebbers, welkom op het circuit van Zandvoort voor de zesde en laatste ronde van de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. We bevinden ons momenteel in de vrije training op vrijdag voor het raceweekend. En we proberen natuurlijk de limieten verder te verleggen. Op weg naar de chicane. En ik zie daar iets te veel naar links tijdens het remmen, waardoor die auto onstabiel wordt. En er een wiel blokkeerde, waardoor die auto begon te glijden. En met al dat gewicht achteraan, eenmaal je een bepaalde hoek maakt, dan mag je het vergeten. Je denkt altijd van, ik kan hem nog houden, maar het resultaat ziet u een mooie sortie in de zandbak. Ik dacht eerst dat het de landing van Normandië was, maar ze pakken daar meteen uit met het zware schut in Zandvoort. En ik word nu uit de zandbak getrokken en eenmaal weer vertrokken. Even goed gas geven en hard remmen om die kiezeltjes eruit te halen. Altijd een heel gedoe. En we zijn nu vertrokken voor de kwalificatie. Dat is de ronde die de plaats op de startgrid bepaalt. Belangrijk om één snelle ronde af te leggen. Aanrijden van de Tarzanbocht. Vol op het gas. Curbstone op, curbstone af. Vierde versnelling reeds. Niet normaal dat je daar zo snel al gaat. 160 per uur en meer daar. En je komt er maar net de Tarzanbocht uit. Belangrijke exit hier, overstuur vermijden en dan gaat het nu heel snel naar beneden en dan de heuvel op, slotenmakerbocht, vol gas, vijfde versnelling, 200 km per uur en dan remmen zoveel mogelijk voorbij die heuvel en dan schijfblak, wereldberoemd stuk van het circuit intussen. En ik zet een goede tijd neer, ik reed 1.43.8, dat is 1,2 seconden sneller dan de kwalificatieronde van de vorige wedstrijd. Dus een enorme vooruitgang dankzij onze nieuwe afstelling die we helaas wel een beetje laat op het seizoen hebben gewijzigd. Maar oké, het is nu zo. Ik was heel blij dat we nu eindelijk op de juiste weg zaten. We zaten eigenlijk nu waar de anderen, waar de collega's, zal ik maar zeggen, zaten in het begin van het seizoen. Want ja, de concurrentie zit natuurlijk ook niet stil, die worden ook alleen maar sneller. Ja, en zorgen dat ik nu het laatste gedeelte van het circuit niet verpruts. Op weg naar Goos-Zuid, waar het altijd wat moeilijk ging tijdens de vorige races. En ik kan die auto nu toch een stuk stabieler houden door een bepaalde techniek toe te passen waar ik niets kan over zeggen. En ik was heel blij met mijn tijd. Het was alsof ik gewonnen had. Het was gewoon een heel frustrerend seizoen. En dan doet het deugd natuurlijk. Dit is de volgende kwalificatie. En hier gaat het een klein beetje mis. Hetzelfde verhaal, ik zat er iets te veel aan de binnenkant. Waardoor die auto plots uitbrak. En ik bijna hard van de baan ging. De tweede kwalificatie ging dus iets minder goed. Ik reed namelijk beide races dat weekend. In plaats van alleen. Ik had dus twee kansen. Ja, ik kan er niet bij die hostess. Jammer, want ik zit natuurlijk vastgegespt. En onze voedingscoach heeft een nieuw recept voor de drinkbus. Namelijk Red Bull met een heel klein beetje vodka. Maar een heel klein beetje. We zitten nu in de opwarmronde. Het was heel koud. Dus heel belangrijke fase in de wedstrijd om onze banden op te warmen. En je ziet daar ook een oliespoor. Een heel oliespoor van de vorige race. Dus dat belooft voor de wedstrijd. Even goed de banden opwarmen met een proefstart. Om te zorgen dat we zoveel mogelijk grip hebben tijdens het wegaccelereren tijdens de start. En de laatste auto's vinden nu de aansluiting. Nemen hun posities in en weldra zal het licht op rood gaan. Altijd spannend moment. Dat ziet u rechts. Van de achteruitkijkspiegel, ja. En we zijn vertrokken. Ja, de lichten gingen heel snel uit. Ik moest daar even terug die koppeling herpakken. Omdat ik te veel wielspin had en mis daardoor een klein beetje mijn start. En Yannick Hogaerts die achter mij zit, die kon daarvan profiteren. Maar ik kon toch laat genoeg remmen om te vermijden dat hij er langs ging. En nu komt het erop aan om de aansluiting te behouden met de kopgroep. Voor mij Dylan Verdalen, die reed een tijd van 43.6, dus die was 2 tienden sneller dan ik.
komen dus een stuk dichter bij de snellere jongens. Dankzij de nieuwe afstelling. Vol gas hier. Had een heel klein beetje gelift. Dat kwam omdat de banden nog niet helemaal warm zijn. Het zal nog wel een ronde duren, want ja, 10 graden buitentemperatuur is echt wel heel koud. We hebben dat oliespoor. Ja, je ziet, die auto breekt daar een klein beetje uit. En hier blijf ik toch een beetje rechts van dat oliespoor. Maar daardoor verlaat ik de ideale lijn natuurlijk. Dat is een beetje een moeilijke keuze. Op weg naar de chicane. En deze keer verloopt het wel goed. Heel moeilijke bocht. Je kan er heel veel tijd verliezen, heel veel dingen fout doen. Idem voor deze bocht. Exit verloopt vrij goed. En nu heel belangrijk, de uitgangssnelheid in Bos uit. Die natuurlijk de eindsnelheid op het rechte stuk bepaalt. We verliezen nu veel minder tijd dan voorheen. Toch nog een klein beetje, dat proberen we dan goed te maken. Elders. Maar dat is natuurlijk niet zo simpel, want de anderen rijden daar ook zo hard als ze kunnen. En dat is een beetje het probleem, dat ik nog te veel moeite moet doen om erbij te blijven, waardoor natuurlijk die kans vergroot op het maken van kleine foutjes. En dan maak je het alleen maar erger, want dan moet je nog meer beginnen compenseren. En neem je nog meer risico's. Opnieuw hard door schijfvlak, 180 km per uur. Je zou het niet zeggen, maar het gaat daar echt heel, heel hard. Opnieuw door het oliespoor, dat is nu al een beetje opengereden, dat gaat al wat beter. En hier maak ik een klein foutje. Ik was daar iets te traag die bocht ingekomen, waardoor ik iets te vroeg op het gas ging. En het resultaat zag u meteen, breekt die achterkant uit, waardoor we toch een 4/5 van een seconde verloren hebben. En dat is heel jammer, want dat haal ik niet zomaar weer in. En het is echt alles geven hoor, om erbij te blijven. ...200 km/u. 6e versnelling nu. Ik zit ook echt hoger in de toeren dan tijdens de vorige wedstrijd. Dat hoor je zo. Heel hard erin. Laat op de rem blijven. Een beetje de buitenkant opzoeken. Is echt heel moeilijk hier. Zit ik al een heel jaar op te studeren. Vol gas. We kijken even naar de situatie achter ons. Daar zit Yannick Hogaerts. Die het heel goed deed dit weekend. En die probeert daar natuurlijk aansluiting te vinden. We zitten nu al een halfweg wedstrijd. Ongeveer. En het probleem dat ik heb is dat ik iets vroeger moet remmen dan hij. Want ik had last van een blokkerend linker voorwiel. En achteraf zal blijken dat het kwam omdat die linker voorband heel veel vuil opgepikt had. Ik moet ergens iets gedaan hebben waardoor ik heel veel rubber heb opgepikt. Waardoor dat wiel de neiging had om te blokkeren. En hij komt toch een klein beetje dichter daar. Komt daar de eerste keer een loeren in de remzone van de Tarzanbocht. En hij begint mij onder druk te zetten. Waardoor het natuurlijk nog moeilijker wordt om een foutloos parcours af te leggen. Eenmaal je dicht genoeg komt, dan begint het kat-en-muisspel.
op weg naar de chicane. Hier kan ik voldoende voorsprong behouden, maar je ziet dat hij toch wel later kan remmen daar. En hij bestudeert natuurlijk nu mijn zwakke plekken. Waar zou hij kunnen een poging wagen? En hier heb ik een klein beetje de koord gemist, waardoor hij nu dicht genoeg komt om een schijnbeweging te kunnen maken. Daardoor ben ik toch wel een klein beetje afgeleid, waardoor ik iets trager die bocht uitkom en hij daardoor iets dichter kan komen. Net dicht genoeg, komt toch van ver, maar kan toch een poging wagen en die gooit er hem langs. En benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ja, hij is er voorbij. Heel mooie manoeuvre van Yannick Hogaerts. Die wist te profiteren op de juiste plaats. En die er hem mooi naast gezet heeft. En mij voor een voldongen feit plaatste. Ja, het probleem is dat die auto olie verliest. Er komt witte rook uit de achterkant van de auto. En die auto verliest olie. Ik zie zelfs druppeltjes op mijn ruit. En mijn auto brak er al uit. Ik dacht van ja, komt het niet door dat olieverlies van Yannick Hogaerts? En ik durf eigenlijk niet echt meer, ja, je ziet gewoon die witte rook, ik durf eigenlijk niet echt meer die aansluiting terug op te zoeken. En daar zie je een auto heel traag rijden, dat is de auto van Xavi Maassen. Dat is heel jammer, die heeft een lekke band, waardoor hij zijn derde plaats in het kampioenschap verliest, onverdiend. Lekke banden, ja, dat hoort er nog altijd bij in de autosport. Heel teleurstellend voor Xavi Maassen. En we kunnen de aansluiting, of we kunnen hem niet meer pakken. En we gaan zo de finish over. Dus opnieuw in vijfde stelling. Maar toch wel best tevreden over het weekend in zijn totaliteit. Omdat we echt enorm, enorm veel vooruitgang hebben geboekt. En eindelijk in de juiste richting bezig zijn. Dus de race had ik... Ik had er wel iets meer van verwacht. Maar ik ging toch met een goed gevoel naar huis. Omdat we toch wel, ook in de wedstrijd, zaten we er een stuk dichterbij. Soms zelfs op een halve seconde per ronde tegenover een seconde in het verleden. En dat belooft dus voor volgend jaar. Ik ga zeker opnieuw proberen om mee te doen. En ik hoop dan ook dat we elkaar volgend jaar terugzien. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar.